Inglourious Basterds van Quentin Tarantino. Pittige film. We gaan kijken naar een fragment dat jij hebt gekozen, waarin een Duitse SS-officier op bezoek gaat bij een Franse boer die Joden heeft verborgen. En die boer wordt eigenlijk voor een groot dilemma geplaatst. Ja. I might add also that any information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. Waarom ik dit wilde laten zien, is echt dat moment, die lange blik tussen die twee. Vlak voordat hij vraagt, verbergt u enemies of the state? En je ziet bij die Franse boer de paniek toeslaan en ook dat hij geen keuze heeft. Want die scène zit zo briljant in elkaar. Want het begint dat hij die natie aankomt en dat die man daar zit met zijn vier prachtige dochters. Hij heeft gewoon geen keus. En hoe lastig is dat? Denis Ménochet, die Franse acteur, hoe lastig is het om te spelen wat hij doet? Dus eigenlijk niets te doen ongeveer, alleen maar te kijken. En het binnen te laten komen, ja. De moeilijkheid met film is, dat het wordt van zoveel kanten gefilmd, en zeker bij zo'n emotioneel intens moment, moet je dat telkens maar weer reproduceren. Ik weet hoe moeilijk dat is, weet je wel, zo. Ja, hij heeft alleen zijn innerlijk, ze heeft geen tekst om het... Maar ze doen het briljant, maar ook Christopher Waltz, die de natie speelt. Weet je, die man zegt niks, maar hij ziet de doodsangst en de paniek ontstaan. En je ziet bij hem dat kwartje vallen. Zo. Nou, ja, ze doen het zo briljant. Zou je zo'n film willen spelen als deze? Ja, wat denk je? Ja.